Wie het beste evenwicht heeft, wint! Want in verschillende rondes testen we wie het beste evenwicht heeft. Bij onszelf en objecten. Wie scoort er vandaag de meeste punten en wint deze challenge? Nou Thomas, hoe is jouw evenwicht? Mijn leven is volledig in evenwicht. Ja? Ik zie het. Nou, dat belooft veel goeds. Mijn evenwicht is volgens mij heel erg slecht, dus dat wordt wat vandaag. Maar laten we dan in ieder geval proberen om deze video volledig in balans te houden. Door hem evenveel duimpjes omhoog als reacties te geven. Oeh, ik hoop dat dat gaat lukken. Ja, dat is wel een lastige challenge, dus laat even een duimpje achter en een reactie. En dan hoop ik dat het precies evenveel gaat zijn. 20.000 van allebei zou top zijn. Dat is heel veel. Nou ja, doe je best. Welkom bij de Champagne-toren. Zometeen pakken we om de beurt een glas uit de toren. Als je een glas hebt aangeraakt, moet je die pakken en mag je dus niet meer wisselen. Degene die de toren om laat vallen, die verliest en dan krijgt de ander een punt. Wie kan de toren het best in evenwicht houden? Ik natuurlijk. Nee, ik denk ik. Maar wie gaat er beginnen? Steen, papier, schaag. Steen, papier, schaag. Oh, ik mag beginnen. Oké. Is dat positief? Dat weet ik niet. Weet ik niet. Oh, ik weet echt niet hoe ik dit moet gaan doen. Ik word heel zenuwachtig nu. Ik durf niet eens hier te praten. Ik ben al bang dat het dan omvalt. Ja, je ziet het al een beetje trillen, maar ja, je moet een keus maken. Doe jij eventjes een beetje... Ja, okay. Mag ik niet eentje van boven of beneden pakken? Nee. Oké, dus het moet in het midden. Ja. Ik heb hem! Ik heb hem! Nou, cheers! Hey, maar kijk. Nee, maar dit is niet eerlijk. Ik heb hem! Oké, ik moet de volgende pakken en ik heb geluk, want deze staat helemaal vrij. Oeh. Nu wordt het moeilijk, want ik mag niet de onderste rij pakken. Daar staat er wel één vrij, maar daar mag ik niet aankomen. Het wordt deze. Hoop ik. Ik zit los. Oh, dit is echt verschrikkelijk. Oh, mijn hart bonkt echt in mijn keel. Heel makkelijk. We pakken gewoon deze. En deze. Ik heb hem. Dan heb ik geluk, want hier staat er eentje los. Jouw beurt. Hier staat er gewoon één los. Oh nee. Oh. Ik pak deze die net zo rood is als de abonneerknop onder deze video. Dus als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, zeg ik even casual tussendoor. Druk dan op die rode knop, want we zijn hard op weg naar 1 miljoen abonnees. Het is jouw beurt. Wow! Nee, dat is niet grappig. We gaan door. Deze staat vrij, dus die nemen we mee. Moet je eens even kijken hoe smal de toren inmiddels is? Het is inmiddels echt de toren van Pisa geworden. Oh, help. Oh, heel de toren beweegt. Oeh. Oh, succes. Succes. Yes. Nee. Oh, wat doe je? Oh, hij gaat vallen. Hij gaat vallen. Hij zweeft. Hij zweeft. Ja, het is goed. Hoe kan dit? Ja, geen idee. Er staat voor een toren. Zeggen, er stond gewoon een losse hier. Je kon gewoon één pakken. Oh, die zag ik niet. Yes, ik heb gewonnen. Nee. Yes. Heel goed gedaan. Nou, jij ook. Weet ik. Ik vond het zo dom. Er stond gewoon een losse. Je kon die gewoon pakken. Ik zag het niet. Ik zag het niet meer. Maar dat betekent dat jij het allereerste punt hebt verdiend van deze challenge. Welkom bij de draaischijfronde. En deze ronde wordt mede mogelijk gemaakt door Lego. Met de nieuwe spinners collectie van Lego Ninjago kun je onder begeleiding van Master Wu zelf een ninja worden. En wij gaan dat tijdens deze opdracht ervaren. Oeh. Er zijn verschillende ninja's en allemaal zijn ze goed in iets anders. Zo heb je onder andere deze en die is heel goed in bommen ontwijken. En deze, oeh, staat bekend om zijn bliksemtornado. En dan hebben we als laatste ook deze nog en die staat bekend om zijn balans. En dat past heel goed bij deze challenge. Met de spinners kun je allerlei games spelen. Kijk, dit is zo'n spinner in het echt. En zoals je ziet zit de ninja als het ware op een soort van draaischijf. En dat is precies wat wij zo meteen ook gaan doen. Ik ga als allereerste op de draaischijf zitten. En terwijl mijn spinner draait, mag ik Rutger heel duizelig maken. Oh, nu nog niet. Maar zodra Thomas zijn spinner is uitgedraaid, mag ik de draaischijf verlaten en krijg ik hier 30 seconden de tijd om een zo hoog mogelijke toren van Lego te bouwen. Degene die de hoogste toren heeft gebouwd, die wint. Rut, ben je er klaar voor? Helemaal. Ik hoop dat je goed je evenwicht kan bewaren als je duizelig bent. Daar gaan we in 3, 2, 1. Oké, draaien, draaien. Heel hard.
Oh! Wow! Wow, zo! Ja, heel goed. Hij draait nog steeds. Okay. Oh! Stop maar! Hij is gestopt! Oh, ik ben zo duizelig. Nou, ga je toren bouwen. Ga je toren bouwen. Nee, ik ga je niet helpen. Oké. Oh, dit is heel moeilijk. Alles draait. Ja, maar dan bouw je gewoon niks. Dat is niet goed, hoor. Ik doe het op gevoel. Want ik zie echt helemaal niks. Alles draait. 4, 3, 2, 1. En stop maar. Gaat het? Ik ben nog steeds heel duizelig. Maar eigenlijk is het best wel een hoge toren. Ik vind hem heel goed gelukt. Maar ik denk dat ik dat beter kan. Nou, dat gaan we zien. Thomas, ik ben benieuwd naar jouw ninja skills. Maak Master Wu trots. Ik ben bang dat ik heel misselijk ga worden. In 3, 2, 1. Oh. Oh, oh. Mijn spinner gaat supergoed. Oh, ik weet niet of ik mijn ogen dicht of open moet doen. Stop, stop, stop. Dit is hard genoeg. Nee. Oh, hij is gestopt. Oké. Je 30 seconden zijn ingegaan. Oh, ik ben zo misselijk al. Oh, oké, waar is het ding? Oh, hier. Ja, waar is die? Hier. Oh. Ik ben echt heel duizelig. Volgens mij ga ik best goed, hoor. Nee, je moet echt veel sneller. 5. Nee. 3. Nee. 1. Stop maar. Nou, het is wel duidelijk. Lijkt me duidelijk. Je hebt een keer gewonnen. Gefeliciteerd. Yes. Dat betekent dat ik mijn eerste punt nu ook binnen heb. Het staat 1-1. Wil jij ook leren hoe je een echte ninja wordt? Zorg dan dat je de Q&A van Master Wu vanaf 26 maart bekijkt. Deze kun je terugvinden in de LEGO Live app. Ik zal de link naar de app in de beschrijving zetten onder deze video. Heel veel plezier daarmee en dan gaan we nu door naar de volgende ronde. Welkom bij de wankelende toren. Daar heb ik het niet over Rutger. Nee, we hebben het over de andere doos eigenlijk. Thomas en ik moeten van deze kartonnen dozen een zo hoog mogelijke toren bouwen en deze in evenwicht houden. Na precies 60 seconden stopt de tijd en dan gaan we kijken wie de hoogste toren heeft. Er is maar één regel en dat is dat je niet aan elkaar toren mag zitten. En dan gaan we nu beginnen. Binnen 3, 2, 1, beginnen we! Oké. Okay. We moeten dit heel snel doen, want ik wil deze echt winnen. Oh, zo recht zetten natuurlijk. Oh, nu wordt het wel bang. Oh! Nee, niet nu al! Oh, blijf staan, blijf staan, blijf staan. Dit gaat best goed. Zo hoog! Oh! Hoe kan dit? Wat is dit? Nee! Oh! Blijf staan! Blijf staan! Blijf staan! Ja! Nee! Kom hoog! Heb ik het goed gedaan? Ja, heel goed. Oh! Oh! Dat was bijna de camera. Je weet wel wie deze ronde heeft gewonnen. Volgens mij was het wel duidelijk, Thomas. Jouw toren had het beste evenwicht. Yes! En daarmee heb je jouw tweede punt verdiend. Het is tijd voor de volgende ronde. Laten we dan nu aan ons eigen evenwicht gaan werken. Ja, want in deze bak zitten allemaal briefjes met daarop diverse yoga poses. En voor al die poses heb je een heel goed evenwicht nodig. Dus Thomas, aan jou de eer. Pak er één uit. Echt? Oké, okay, ja. Daar gaan we. Ik denk dat ik voor deze ga. Oké. Okay. Teenstand. Wat is dat? Oh nee. Oh, maar ik denk dat dit wel kan. Kijk nog eventjes goed naar deze pose. Ja, ik moet op één been. De voet moet dus hierop. En ja. Dan moet ik ook nog eens zo zitten. Yes, en wie dat het langst volhoudt, die verdient een punt. Maar de tijd gaat pas in als ik zo zit, ja, toch? Ja, okay. Dus doe je best. Daar gaan we. Laat je mooiste teenstand maar zien. Ja, en nu? Even stil. Oh. Lukt het? Hou nou stil! 1. Nou! Een halve seconde krijg ik door. Het was een halve seconde. Ik was zo mijn best aan het doen. Laat maar zien dat jij dit beter kan. Kijk, je valt nu al om. Oh, dit wordt echt helemaal niets. Nog even het voorbeeldje. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, ik heb haar les gegeven, dus het komt wel goed. Okay. Ik ga gewoon eerst staan. Zo. Maar zo ziet het er niet uit op de afbeelding. Is het zo ongeveer? En nu ben je handen of zo. Ja, dacht. Dat kan echt niet. Doe nou. Ik zal hem even helpen de stand in te krijgen. Ja. Oké, dus nu. Nu een namaste houding. Handen helpen elkaar. Ja, oké. Okay. Ja. En het zijn. Hé, hey, maar het was wel langer. Ja, het was 2 seconden.
Ik vind, Rut, dat jij deze ronde hebt gewonnen. Echt? Ja, het was wel duidelijk. Ik ben zo trots op je. Dankjewel. Geweldig. Allemaal door mijn evenwicht dit. De laatste ronde. En ik zie hier zo tegenop. Ik ook. Ik heb hier helemaal geen zin in. We staan namelijk bij de twee evenwichtspalen boven het water. Het is heel simpel, we nemen zo meteen allebei plaats op een paal en wie het laatst in het water ligt, die wint en die heeft de challenge gewonnen. Hè? Het ziet er misschien heel mooi en zonnig uit, maar het is echt heel koud jongens, dus ik wil niet in het water vallen. Het staat dus 2-2, dus degene die deze challenge wint, die is de grote winnaar en heeft blijkbaar het beste evenwicht van ons. Kijk eens even hoe smal deze paal is. Je hebt letterlijk een paar centimeter om op te staan en met mijn schoenmaat is dat natuurlijk nogal lastig. Daar gaat hij jongens. Ik heb het zo koud, nu al. Maar ik kan dit helemaal niet. Ik durf het niet. Ja, het is jouw idee, Rut. Nu doen we het. Drie. Ik durf het niet. Ben je er klaar voor? Nee, maar laten we het doen in 3, 2, 1. Oh, nee, dat gaat niet. Vol jij nou gewoon. Daar gaan we in 3, 2, 1. Oh, nee! Nee, maar dat betekent wel dat ik heb gewonnen! Nee! Nee. Oh. Nou, het is heerlijk goud! Nee! Oké, jongens, ik denk dat het bij deze duidelijk is wie hier het beste evenwicht heeft. Ik! Gefeliciteerd! Als jullie deze video tof vonden, laat even een duimpje achter onder deze video. Vergeet natuurlijk niet om Thomas' kanaal ook even te checken. Er komt zometeen een foto in beeld waar je op kunt klikken. En wil je nou nog meer video's zien, klik dan ook gewoon eventjes lekker door. Heel erg bedankt voor het kijken, Lego bedankt voor de toffe samenwerking. En ik zie jullie volgende week weer. Ik ga lekker douchen. Echt blij je. Doei!